de dag dat de asielzoekers naar Brunssum komen, wordt er nog hard gewerkt aan de opvang. En rond 3:30 dinsdag is het dan eindelijk zover. De eerste 3 bussen met asielzoekers doen Brunssum aan. Robert, de eerste bussen zijn aangekomen. Hoeveel mensen zijn nu hier? Als ik het goed heb, 78. Ik zie veel kinderen erbij. Ja, dat mensen zeggen wel eens alleen maar alleenstaande mannen bij ons in de opvang. Nou, het tegendeel is waar. Ook wel degelijk vrouwen en kinderen. En dat zie je hier. En ja, het is hier natuurlijk een fantastische locatie om ook vrouwen en kinderen te kunnen opvangen. Denkt u dat ze warm welkom worden geheten hier in Brunssum? Nou, voorlopig heb ik het idee van wel. Ik zag net binnen al een hele grote groep mensen die koffie, thee, wat limonade en pepernoten. Dus niet alleen een warm welkom, maar ook meteen integratie in de Nederlandse samenleving. Beste Sinterklaas, ik zie hier pepernoten. Daar hebben jullie een speciale naam voor, geloof ik, hè? Wij hadden gedacht, we gaan met de noodopvang een leuke actie doen. We doen naar pepernotenopvang. Hoe vallen de pepernoten in de smaak? Ik dacht het wel. Kan het anders? Wat is lekkerder met Sinterklaas dan pepernoten en chocola, de melk, warme en mandarijntjes? Denkt u dat mensen zich wel welkom voelen hier? Dat is wel de bedoeling. We kunnen het niet afdwingen. Dat geldt altijd. Maar we willen een signaal afgeven van, na alle ellende die je meegemaakt hebt, kom lekker thuis, kom tot rust. Je bent hier welkom. Kunnen we binnenkort nog meer mensen verwachten hier in Brunssum? Jazeker, jazeker. Kijk, de plekjes worden nu zo snel mogelijk allemaal klaargemaakt en als het kan, dan zullen we er ook mensen hier naartoe verhuizen. Dus binnen een paar dagen, enkele weken, zal het hier ook gewoon vol zitten.